begin met de opstelling. Het is van belang dat ik vanaf mijn observatiepunt, zowel van het model als van het beeld, precies hetzelfde aanzicht zie, zonder een stap opzij te hoeven zetten. Door de bok een beetje naar binnen te draaien, observeer ik beide on equal terms. De schedel is van gips. Ik mag dus heel dichtbij komen. Toch is het belangrijk om regelmatig 2 tot 3 meter afstand te nemen van je portret. Ik begin met het oorgat aan te geven. Ik zet een kruisje op de opstaande diagonale balk. Dat is mijn eerste point of truth. Alle andere observaties zal ik hieraan relateren. De kern krijgt wat volume, maar naar de contour toe houd ik het profiel smal. Vanuit het oorgat zoek ik via de kaaklijn de voorkant van het profiel op. Er zijn 3 belangrijke high points. Kin, 1, neus, 2 en voorhoofd, 3. In de schedel is dat kin, tand en voorhoofd. Om de relatie tussen die high points te beschrijven, gebruik ik comparative measurement. Ik vergelijk de hoek tussen 2 high points op het model met de hoek die die 2 punten in mijn eigen werk beschrijven. Ik zoek in het begin naar de grote hoeken, oorgat, vers uitstekende punt in het profiel, en van daaruit de hoek naar de kin en de hoek naar het voorhoofd. Nu draai ik het model en beeld naar vooraanzicht. Ik controleer de inclinatie van het hoofd, breng een centerline aan en zorg dat het portret symmetrisch is. Ik gebruik het vooraanzicht om de centerline en de symmetrie te controleren en probeer zo weinig mogelijk massa aan te brengen. Ik draai regelmatig terug naar het profiel om daar meer detail in aan te brengen. Dat doe ik door grote hoeken op te breken in kleinere hoeken. Wenkbrauw, neusbrug, onderlip, bovenlip, etc. Als in het profiel de kin 1, neus 2 en het voorhoofd 3 en de tussenliggende details hun plek gevonden hebben, geef ik ook dieper liggende punten aan. De achterkant van de oogkas, 4. De achterkant van de neusvleugel, 5. En de achterkant van de mond, 6. Ook die punten beschrijven ten opzichte van elkaar een hoek die je kunt meten. Je kunt makkelijk een paar uur aan profiel werken, met af en toe een kort vooraanzicht om de symmetrie en de inclinatie te bewaken. De overige punten waar we het over gaan hebben in het vooraanzicht zijn de breedste punten ter hoogte van de kaak, 7, het jukbeen, 8 en cranium, 9. Hier zie je een snelle timelapse van de blok-in van het portret van Costanza. Aan een nieuwe, betere opname wordt gewerkt.